Hallo en welkom bij Rock Bottom. Het is weer zover. Het is weer tijd voor een slechte filmreview. En weet je welke film het is? Ja, natuurlijk weet je dat. De titel staat hierboven. Dus waarom zou ik het überhaupt nog geheim houden en waarom zou ik eigenlijk nog een intro doen? Maar goed, je kijkt naar Weekend Monsters en dit is de Rock Bottom review van Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Midgets. Snow White and the Dwarfs. 12 Monkeys. 3 Musketeers. Whatever. Na de release van Red Riding Hood in 2011 kwam al snel de verfilming van een ander sprookje. Regisseur Rupert Sanders begon aan zijn eerste echte filmproject. En omdat Kristen Stewart op dat moment populair was vanwege de Twilight films, leek het de perfecte keuze om met haar Snow White and the Huntsman te gaan maken. En omdat het rock bottom is, had hij zich beter kunnen laten omscholen. We beginnen de film met iemand die meer op Snow White lijkt dan Snow White zelf in de film. Tevens heeft Snow White als klein meisje een Brits accent. En haar vriendje William is een klootzak die na één beet een appel weggooit. Na het bekende verhaaltje gaat Snow White's moeder dood en wordt het koninkrijk aangevallen door een duister leger. The fuck, is dit opeens een Lord of the Rings verhaal of zo? Het duistere leger gaat opvallend snel neer en het verzet zich ook niet heel hard. Sterker nog, het valt gewoon in houtskool uit elkaar. Je zou zeggen dat dit toch wel ergens een belletje moet laten rinkelen, maar nee hoor. Al snel stuiten ze op de gevangene, Ravenna. En de dag erna trouwt de koning met haar. Holy shit, de koning laat er geen gras over groeien. Ravenna zelf ook niet, want tijdens de eerste huwelijknacht steekt ze de koning neer. Die trouwens verdacht weinig bloed verliest aan een steekwond in zijn hart. Maar goed, Ravenna wordt de evil queen van het land en ze neemt het kasteel over met een leger wat wel degelijk echt is. Welcome, brother. Wat? De evil queen heeft een broer genaamd Finn. Waar komt dat opeens vandaan? En wat een afgang zeg. Je bent gewoon de broer van en dan heb je ook nog eens zo'n kapsel. En bij de slechte koningin hoort natuurlijk ook de spiegel aan de What the fuck is dat? Dat is een gong. Of een wokpan. Maar geen spiegel. De spiegel of ja, wokpan gaat gelijk Terminator 2 over de kasteelvloer. Yet another kingdom falls to your glory. Is there no end to your power and beauty? Moest het nou echt over de hele vloer blubberen en in een gesmolten Oscar veranderen om dat te zeggen? De Evil Queen vermoordt zo'n beetje iedereen in het kasteel, maar ze houdt Snow White in leven omdat het misschien nog wel van pas komt. Oftewel, lazy writing. Snow White wordt gevangen gezet in de toren en het land valt langzaam in de schaduw van de koningin. En in de tijd van een CGI-appel, die waarschijnlijk meer tijd kostte dan daadwerkelijk een echte appel laten rotten, heeft de koningin het land in de greep. Vervolgens krijgen we een jump cut, of die appel heeft er 20 jaar over gedaan om te rotten. Snow White is ondertussen volwassen geworden. Een paar dieven steken de koningin neer om te laten zien dat ze niet gedood kan worden door een zwaard, maar de koningin wordt wel zwakker en ze raakt haar eeuwige jeugd kwijt. Ze kan de jeugd van jonge meisjes stelen om jong te blijven. En om de zoveel tijd vraagt ze aan de Terminator 2 wokpan wie de mooiste van het land is. Die al overigens al helemaal klaar staat zonder dat ze de woorden mirror mirror heeft uitgesproken. De spiegel antwoordt dat Snow White nu volwassen is en dat zij nu de mooiste van het land geworden is. Wat sowieso wel een beetje far-stretched is. Ik bedoel, niet om lullig te zijn, maar moet Kristen Stewart de mooiste van het land voorstellen, terwijl we net 20 minuten Charlize Theron hebben gezien? Maar goed, whatever. De spiegel vertelt de koningin dat Snow White haar ondergang kan zijn, maar ook haar redding. Wanneer ze haar kloppende hart in de hand houdt, zal ze de eeuwige jeugd krijgen en zal ze nooit meer de jeugd van anderen hoeven te stelen om jong te blijven. Gelukkig wordt Snow White op weg geholpen door een ekster. En ze ziet vlak buiten haar celraam een spijker die waarschijnlijk al 20 jaar los zit. En ze besluit om de spijker te bewaren zodat ze Finn kan neersteken die een paar seconden later haar komt ophalen. Ze ontsnapt en vlucht het riool in. Wat staan ze nou moeilijk te doen? Ga gewoon naar de zee, dat is de enige plek waar ze naartoe kan. Bring her back to me! Ja, wat denk je dat ze anders gingen doen?
Snow White komt aan op een strand en na een meter of 10 lopen, instant horse. Hoe lang lag dat paard er al? Whatever, ik ga het niet eens maar afvragen. Ze vlucht weg van de toren en wordt snel genoeg gevolgd door de guards van de koningin. Die op geen enkele manier kunnen weten dat ze een paard heeft gevonden en dat ze die richting in is gelopen. Maar goed, het is al snel uit met de pret, want het paard blijft vastzitten in een modderpoel. Ik weet niet of ik hier een grap zou moeten maken over de Neverending Story, dus laat maar zitten ook. Ze vlucht de Dark Forest in en het leger raakt er kwijt. De koningin besluit om Thor in te huren, omdat hij blijkbaar de Dark Forest kent. Alleen heet hij nu geen Thor, maar ja, de Huntsman. Niet veel beter. Hij krijgt niet eens een echte naam in de film. The Huntsman heeft zijn vrouw verloren en de koningin zegt dat ze zijn vrouw kan terugbrengen uit de dood. Wat vast niet klopt, want Finn kijkt eraan als een zwangere vrouw die naar een pot augurk kijkt. In ruil daarvoor wil ze Snow White hebben. Ondertussen knippen wij naar de Dark Forest en zien we Snow White die in een paar paddenstoelen valt met hallucinerend gas. Ja, goed excuus. Nee agent, het was een ongeluk. Ik viel in de stapel LSD. Maar goed. Ze bezwijkt aan de acid trip totdat de Huntsman haar te pakken krijgt. En net op het moment dat alles een beetje op rolletjes begint te lopen, moet Finn, de broer van, toch weer even laten zien wat voor enorme frikandel hij is. She can't bring your wife back from the dead, you fool. I want her back! Waarom zou je dat zeggen? Juist nu alles bijna was opgelost. I will find you. I'll get you next time, Gadget. Snow White overtuigt de Huntsman om haar naar de hertog te brengen. De enige die zich nog kan verzetten tegen het leger van de koningin. Na een onnodig deel waarin we zien dat William een boogschutter is, komen Snow White en de Huntsman in aanraking met een troll. Run! Was dat? We laten whatever dat was achter ons en ze komen bij een dorpje waar vrouwen zich verstoppen voor de koningin. Ze hebben zichzelf verminkt omdat ze dan geen schoonheid meer hebben die de koningin kan stelen. Wacht, ik dacht dat de koningin hun jeugd zou stelen, niet hun schoonheid. Ik bedoel, de koningin zag er toch al goed uit. Het enige probleem was dat ze ouder werd. En als ze niet om de zoveel tijd de jeugd van jonge vrouwen kan stelen, ja goed, whatever. Plothole 47. Scarface-leider hier smeert spinazie op de wond van de Huntsman. En ze vertelt hem wie het meisje eigenlijk is waar hij al de halve film mee rondloopt. Ik ga er verder ook niet op in. Dit loopt tot niks uit en het heeft geen zin om hier tijd in te steken. De Huntsman besluit er vandoor te gaan en hij denkt namelijk dat Snow White veiliger is wanneer hij niet in de buurt is, omdat de koningin eigenlijk op zoek is naar hem. Maar het dorp van de Scarface Ladies wordt snel genoeg gevonden door een groep bounty hunters die zijn ingehuurd door de koningin. En hoe zij het dorp hebben gevonden weet niemand, maar goed, alles gaat de hands in. Dus de Huntsman komt letterlijk 20 seconden later weer terug en redt Snow White van de vuurzee. En ja, William is er ook half, maar ja goed, niet echt iemand die hem opmerkt. Oh, mijn korte afstanden bogen zijn bullshit, serieus. Hierna krijgen we een flashback te zien van de koningin. Waarom? Is het al niet erg genoeg dat Hollywood elke villain een achtergrondverhaal wil geven? We willen geen medelijden hebben met de villains. Ze zijn juist zo intimiderend omdat ze slecht zijn. Omdat we niet weten wat ze doen en waar ze vandaan komen. De onvoorspelbaarheid en het mysterie maakt een villain zo goed. Maar nee hoor, dit is Hollywood en we moeten alles weer een keer hebben gezien vanuit haar perspectief. Sowieso, als haar moeder haar die krachten kon geven, waarom heeft ze die krachten zelf dan niet? Waarom heeft ze haar kind niet direct beschermd? En wie waren sowieso die gasten die haar ontvoerden? God damn it! Zie je nou wel? Die flashback roept meer vragen op dan een beantwoord. En vanuit dit achtergrondverhaal knippen we ook weer direct terug naar Snow White en de Huntsman die het bos in zijn gevlucht en worden aangevallen door 7 Peter Jackson dwergen. What the hell?
Het duurt niet lang voordat de dwergen doorhebben dat ze met Snow White te maken hebben en ze begeleiden haar gaandeweg. Natuurlijk is er ook nog een plek om een kleine romance te krijgen tussen een van de dwergen en Snow White. Puur omdat deze gast een paar scènes later in zijn rug wordt geschoten. Maar niet voordat de CGI echt volledig apeshit gaat. De CGI zelf is niet slecht ofzo, maar Jesus goddamn Christ, dit is gewoon too much magical fairyland. Het wordt gewoon totaal uit het niets in beeld gekwakt. En de makers schijnen gewoon niet door te hebben wat het verschil is tussen een magische sprookjesfilm maken of een fucking CGI acid trip. Hoe lang stond dat hert er al te wachten tot er überhaupt iemand kwam opdagen? What the fuck was dat? En hier begint de chaos weer. De huurlingen van de koningin achtervolgen Snow White. En Finn, de broer van, blijkt opeens een hele goede vechter te zijn. Om deze film misschien nog een beetje spannend te maken. Maar het gevecht duurt niet lang en Finn gaat dood aan een Woody. Uiteindelijk gaat die ene dwerg eraan en ze moeten 5 minuten lang rouwen over die ene gast die 1 minuut in de film was. De film trekt een soort van Lord of the Rings uit zijn binnenzak en ondertussen kijken we naar de koningin die een kraaientornado maakt. De film blijft ons ook 100 keer herinneren aan het feit hoe speciaal Snow White is, terwijl we daar helemaal niks van zien. She has that same light inside her. Ja, ze is wel aardig en zo, maar that's it. De volgende dag gaat ze een stukje wandelen. Met William, die uiteindelijk de koningin blijkt te zijn, die haar vergiftigt met een appel. Allemaal fijn en zo, maar hoe wist de koningin waar ze was? En kom niet aanzetten met de spiegel of met een of andere magic shit, want toen Snow White voor het eerst verdween, had ze geen idee waar ze was. Waar is ze? En toen was ze nog geen 100 meter van het kasteel verwijderd. Maar William en de Huntsman verjagen de koningin en ze vlucht terug naar het kasteel en landt daar alsof ze uit een olieramp van BP is geklommen. Voor Snow White lijkt dit echter te laat te zijn. Ik zeg ook lijkt, want we weten allemaal wat er gaat gebeuren. Ze wordt naar het kasteel van de hertog gebracht voor de begrafenis en terwijl ze op het sterfbed ligt, gaat de Huntsman opeens een preek opzetten. En daarbij, die magic kiss heeft geen enkele waarde. Er is geen 1 seconde in de film geweest dat er iets van liefde of van romance is geweest tussen de twee. En het is blijkbaar gewoon true love, omdat de filmmakers het zeggen. Het heeft totaal geen opbouw en het is totaal niet verdiend. Maar wat voor lame toverspreuk is die appel geweest? Als het verbroken kan worden door een kus met ware liefde. En ja, ik snap het wel, dit is ook wat voorkwam in het sprookje. Maar ik heb ondertussen wel zo'n beetje 1,5 uur shit voorbij zien komen, wat helemaal niks met het sprookje te maken heeft. En die shit was blijkbaar belangrijk genoeg, maar niet een realistisch verhaal om die toverspreuk op te heffen. Whatever. Ze staat op en komt met een enorm slechte speech aan naar het leger. Iron will melt. But it will writhe inside of itself. Alsof dat nog niet erg genoeg is, wat het dus wel is, wordt ze opeens een ridder op een paard en leidt ze het leger in een veldslag. What the fuck? Wie denkt ze wel dat ze is? Joan of Arc? Snow White is een meisje wat jarenlang in de toren heeft gezeten en opgesloten is geweest voor 20 jaar. En 0,0 gevechtservaring heeft gehad. Buiten 1 simpele move die ze van de Huntsman heeft geleerd in de Dark Forest. En die scène was zo onbelangrijk dat ik er niet eens aandacht aan heb besteed. En nu kan ze opeens een compleet leger leiden in een veldslag? What the hell? Wat een bullcrap, dit is niet een Matrix. Nog erger is wanneer ze uiteindelijk bij de koningin aankomt, dat ze gelijk haar schild laat droppen en op de grond gaat liggen. What the fuck dacht ze dat er ging gebeuren? De koningin gaat meteen een of ander kont verhaal vertellen. In plaats van dat ze gewoon even de enige persoon in het land neersteekt die haar had kunnen tegenhouden. Maar nee hoor,
Die ene lame move die Snow White heeft geleerd in het bos, redt haar leven en daarmee doodt ze de koningin. Ondanks dat tussen haar twee moves genoeg tijd zit om een medium-sized Happy Meal naar binnen te werken, is de koningin nog steeds verrast. Ja, ik denk dat er wel iets meer bloed uitkomt dan 3 druppeltjes. Just saying. Snow White kijkt nog 1 keer in de magische wokpan, die opeens niks meer te zeggen heeft, en daarmee eindigt de film. Oh, en weet je nog die magic kiss, die true love? Daar horen we niks meer van. Die twee kijken elkaar nog 1 keer een beetje mongoliede aan en vervolgens knippen we naar de credits. Die overigens wel 100 keer vetter zijn dan de film zelf. En dit was Snow White and the Huntsman. Het had net zo goed een andere film kunnen zijn, aangezien het niks te maken had met het sprookje. En er zit nog altijd een verschil aan een draai aan dingen geven of gewoon een compleet ander verhaal maken. En de momenten wanneer dingen wel klopten met het origineel was het enorm onrealistisch en lui vertaald. Het enige wat deze film goed heeft gemaakt zijn de special effects. Maar zelfs de CGI is gewoon too much, too often. En de hele CGI trip is gewoon puur en alleen gemaakt om Kristen Stewart wat meer screentime te geven. En dat is gebeurd omdat ze tijdens het maken van de film vreemd ging met de regisseur. En ik krijg rillingen. Echt rillingen als deze gast in 2017 een verfilming wil uitbrengen van Mamoru Oshii's meesterwerk Ghost in the Shell. Jesus fucking Christ, laten we hopen dat dat niet doorgaat. En verder heb ik geen goed woord over voor deze rotte appel van een film. Je ging de Weekendmonteurs en zoals altijd bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.